Thijsje Oenema is juist voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen sprint worden. Ze won op de baan in Grace de 12e 400 meter in exact dezelfde tijd als Sneun, 38-78. Op de toerzemeter hield Oenema genogen een tijd van 1:18:88 om de sprinttitel veilig te stellen. Margot Boer pakte in het eindklassement van het NK Sprint het brons. Het zilver wie voor Laurine van Riesen. Op de toerzemeter ging de overwinning naar Marit Leenstra. Zij reed een tijd van 1:22:72. Daardoor plitste haar op de toerzemeter voor het WK-afstand. Laurine van Riesen en Irene Wüst hebben ook een startbewijs voor die afstand bemachtigen. Maar de winnaar van het weekend wie Oenema, die het voor het eerst de Nederlandse sprinttitel pakte. Nou, na de finish wie gewoon heel wurg. En wie er van blijdschap wie nog even niet plak, maar nu ben ik wel echt heel blij. Bij de Molie had Jesper Hospes hem voor het eerst in zijn carrière pleetst voor het wereldkampioenschap. De Finster riet op de 400 meter, maakt hij het van 35-61 naar het tweede plak. Daardoor krijgt Hospes een startbewijs voor het WK-afstand. Dat wordt heel februari in Tialf rieden. De winst op de 400 meter gejoerd naar Olympisch kampioen Michel Mulder. Hein Otterspeer waard treden. Jesper Hospes wie tegen blied, maar zijn eerste WK-ticket eer. Ik wist van tevoren voor mezelf dat het mogelijk was. En daar heb ik me aan beet houden. Het was wel lastig en dreig, vooral de tweede dag. Maar ja, het is slagen. Op de 400 meter eindigen snitser Jan Smeekers op het vierde plak. En dat betekent dat Smeekers hem net pleetst voor het WK. De sprinttitel bij de Molie ging naar Hein Otterspeer. Hij won ook de afsluitende 1000 meter. In het eindklassement waren Michel Mulder en Pim Skipper tweede en derde.